Stop, stop maar! Woehoe. Ik kom jullie even storen. Hey Winston. Harde werken zie ik. Hoi. Hey. Hey, goedemiddag. Hey, ja, hard bezig. Winston. Zo, aan het oosten zie ik de prei. Ja, prei aan het rooien, inderdaad. Ja. Hoe oud zijn deze preien? Deze is een dik 200 dagen. 200 dagen, ja. Dus dit is de winterprei? Dit is de winterprei. Iets blauwer van kleur. Ja. En die heeft ook een langere tijd nodig om te staan. Maar dan wil ik graag weten hoe de oorsprong in elkaar zit. Ja, ja, ja. Dit zijn de jonge plantjes. Hé. Hey. Kijk. Beetje bosuitjes, hè? Maar ja, het is een beetje. De familie van de uien, toch? Ja. Bosuik, knoflook, inderdaad. Ja. Dit zijn plantjes in 5 weken oud. Die zijn 3 weken oud. Ja. De babyprei. Dit is zomerprei. Als die 90 dagen staat, dan is je oogstrijp. De winterprei is al een beetje meer krachtiger smaken als de zomerprei. Puur om de tijd dat die per land heeft gestaan. Hé, hey, nou, misschien iets heel geks, maar als ik thuis sta te koken met prei, dan snij ik eigenlijk... Oh, ik pak het even. Dan snij ik... Dit stukje snij ik eraf. Ja. Ja, topje. Maar dit eigenlijk ook. Dus ik gebruik eigenlijk maar dit gedeelte van de prei. Hoe dom is dat, hoorde ik net van Ed. Nou, het groene moet je ook gebruiken. Ook gebruiken, toch? Ja, dat heeft de meeste vitamine in. Ja. Ja. Dus een beetje groen erbij, prima. Dat is hartstikke goed. Hartstikke goed. Maar ik kan me wel even helpen, rooien. Helpen? Ja. Daar hou ik van. Nederland Proeft is natuurlijk niet alleen proeven. Nederland Proeft houdt ook in helpen. Goeiedag, mevrouw. Mag ik u even naar beneden helpen? Ja, ja, dank u. Zo, zo. Kijk eens wat een mooie scooter. Ja, dat is een nee. Ja. Hoppa. Zo. Is er een toeter? Ja, joh. Werk eens door daar, Ger. Nederland Proeft van alle markten thuis. Doe vrouwtjes wat goed in, want het is lekker op de trekker. Met de rubberdeur. Helemaal goed. Prima. Hij zit vol, hè, de bak? Hij zit vol. Mooi. Ja, joh. Hoppata. Und jetzt? Ik kan hem schoonmaken. Schoonmaken? Ja. In de schuur wordt hij fijn en klaargemaakt. Dus we moeten daarheen. Kom maar op. Ja. Op de scooter. Op de scooter. Ik vind het een eerlijke deal. Ik op jouw tractor, mag jij op de scooter rijden. Deal. Ja, toch? Nou, ga maar. Ja! Ja, gassen! Yes! En dan hebben we hier een hele mooie Nederland proeftoeter. Yay! Oh, kijk eens. Dag allemaal. Dag. Zo, hier gebeurt het allemaal. Hier gebeurt het. Mooi, ja. Vertel. Ja, na het gerooide bak, die komt daar binnen. Ja. Die wordt in de machine gelegd. Hier wordt die schoongemaakt. Gewassen en gesorteerd. Mooi. En hoe komt het eigenlijk dat jij in de prei terechtgekomen bent? Ja, hoe ben ik in de prei terechtgekomen? We klein begonnen, met een klein beetje. Dan hadden we meerdere groenten, langzaam uitgegroeid. 1 gewas, dat we ook het jaar rond kunnen leveren. Ja. Ja. Het is een familiebedrijf, begrijp ik? Ja, overgenomen van mijn ouders. Oh, dat zijn je ouders? Ja. Oh. En mijn dochter gaat ook mee. Kijk, dat is je dochter. Ja, mijn vrouw zit in het bedrijf. Vrouw? Ja. Die herken ik van de tractor, hoor. Die heb ik uit de tractor gekaapt net. Als jij prei bereidt in de keuken, hoe doe je dat dan? Ik zelf meestal niet, meestal mijn vrouw. Oh ja? Maar soep is lekker. En misschien een tip voor Ed. Je kunt hem ook grillen. Dan wordt hij zwart. Dan haal je het zwarte buitenkantje ervan af. En dan is de binnenkant mooi gekarameliseerd. Ja? Heerlijk. En misschien is dat wel een idee dat jij dat straks aan tafel tegen Ed vertelt. Want ik ga jou straks ophalen als Ed klaar is met het gerecht. Dan haal ik jou en je mag een gast meenemen. Wie neem je mee? Mevrouw. Je vrouw, hè? Tuurlijk. Zie ik jou straks? Ja. Bedankt voor de rondleiding. Tot zo. Yes, yo. Hoi.